Het gaat goed met Heracles. Ja, gelukkig. En ze hebben maar liefst 4 ijzers in het vuur. Ze hebben al een periodetitel op zak. Ja. Ze kunnen direct promoveren. Ze kunnen de Johan Cruijffschaal winnen. En daardoor kunnen ze nog Europa in. Wat vind je van al die kansen? Ja, dat is mooi om te horen en mooi om te zien. Dat na de degradatie dat ze alsnog gewoon terug kunnen komen. En dat ze dit jaar ook gewoon hopelijk gelijk terug de Eredivisie ingaan. En dan hopelijk ook gewoon gelijk hoog in de Eredivisie komen. Wat hoop je zelf aan het eind van het jaar? Nou, natuurlijk gewoon promotie. Dat ze gewoon kampioen worden. En dat ze thuiswedstrijd 13 januari gewoon PEC Zwolle gewoon aanpakken. Want die hebben ze natuurlijk verloren afgelopen week. Dus ze hebben wat recht te zetten. Ja. Jawel, maar ze spelen onder hun niveau. Hè? Ze horen op Eredivisie niveau te spelen. Ja, maar goed, man. Wat is dan onder kijk, hun niveau? Kijk, en als je dan nog van PEC Zwolle verliest, dan moet je toch wel even uitkijken. Nou, ik denk dat ze dus weer goed bezig zijn nu met een herstructurering. Hè? En kijk, Heracles, dat moet weer de volksclub van vroeger worden. De betrokkenheid tussen het bestuur en de supporters, dat is heel belangrijk. En dat was met name de afgelopen jaren, was dat dus eigenlijk sinds het vertrek van Jan Smit, was dat gewoon veel minder. Ja, ik vind het wel heel mooi en ik gun het iedereen. Maar ja, zoals ik al zei, ik ben geen voetbalfanaat, maar mijn vriend wel. Dus die is er helemaal horen dol van. En die gaat elke wedstrijd gaat hij er naartoe. Oké, dus we hebben te maken met een diehard fan. Echt een diehard fan vanaf hij een klein ventje was. En noemt hij uw club Heracles of de Zwart-Witte? Nee, het is wel Heracles, hè? Ja. En, ja. Ik heb het idee dat ze meer dat er op het middenveld wat ontbreekt. En wat ontbreekt er dan precies? Ik denk een goede spelverdeler. Iemand met een beetje diepgang en dat soort dingen. Dus, iemand die rust kan brengen, maar die ook naar voren gaat als het moet. Ja, en die ook de spitsen een beetje goed kan bedienen. Ja, want daar markeert het een beetje aan. Dat lijkt mij wel. Laten we eerst maar eens kijken of we kunnen promoveren. Dat lijkt me het belangrijkste dit seizoen. Gewoon alles eruit halen. Alles eruit halen. Ja. Dus ze moeten niet elke keer de goede spelers meteen verkopen. Dat doen ze elke keer. Dat doet Heracles. Ja. Maar is dat niet het euvel waar iedere club onder leidt? Ja, dat is waar. De beste spelers moeten verkopen. Ja, klopt. En dan begin je het jaar daarna weer opnieuw. Ja. Maar is de macht van het geld dan veel groter dan het voetbal zelf? Ja, dat wel, ja. Ja. Meestal draait alles om het geld, toch? Wat hoop je nou aan het eind van het seizoen? Waar dat Heracles kampioen wordt. Dan hebben we weer een feest hier in Almelo. Ja, en je hebt wel zin in een feestje. Ja, zeker. Ja? Teruggaan naar de Eredivisie. Nou, maar de keukenkampioendivisie is toch weer lager als de Eredivisie. Aan jou zal het denk ik niet liggen. Nou, dat hoop ik toch niet. Ja, dat is mooi dat het open ligt. Dat is gewoon mooi voor Heracles. En ja, ik ben wel trots. Natuurlijk kom het Almelo, dus het is mooi om te zien. Dat als je uit Almelo komt, dan moet je natuurlijk Heracles-fan zijn. Ja, hè? Dat klopt. Ja, ze moeten gewoon volhouden en gewoon hard doortrainen en gewoon lekker spelen. En dat komt allemaal wel goed. Ja, ik hoop natuurlijk wel, in ieder geval wel de Johan Cruijffschaal, maar ik denk als ze Europa ingaan dat echt wel een mooie zou zijn. Ja. Wat hebben de spelers van Heracles nou nodig om zichzelf te belonen met een goede prijs? Ik denk gewoon doorgaan met waar ze mee bezig zijn en gewoon ook denk wel de supporters. Ja, helemaal goed. Ze doen het goed. Wat volgt u Heracles zelf ook? Nou, niet veel meer. Niet veel meer. Maar vroeger hebt u misschien Heracles heel goed gevolgd? Ja, zondagsavond daar kijk ik even naar de uitslagen, zeg maar. En dan, nee. Maar ik vind dat ze het goed doen. Maar hij vindt wel dat ze iets beter hun best moeten doen. Aha, wat hebben ze nodig om aan het einde van het seizoen succesvol te zijn? Een prijs te pakken of te promoveren? Nou, ik denk toch bepaalde motivatie. Ah, en is dat het zwakke punt van Heracles, zeg ik als advocaat van de duivel? Ja, dat ze de titel gaan halen. En dat ze gewoon hun best moeten blijven doen. En de motivatie van het publiek. Want er staan heel veel mensen achter hun. Dus als ik u goed begrijp, dan zijn ze het eigenlijk wel verplicht aan hun stand om de fans te willen te zijn. Ja, ik vind toch wel de fans, ik vind het gewoon de drijfveer voor Heracles.
nou ja, ik geef iedereen een kans. Een reële kans? Absoluut. Er moet wel wat meer passie in zitten, gewoon meer discipline. Zodat ze alsnog wel kunnen laten zien van dat ze het echt wel willen. Ze hebben af en toe van die wedstrijden, bijvoorbeeld dat verliesje tegen Jong Ajax 4-0. Dat zijn dan net die wedstrijden dat je jezelf net moet laten zien dat je wel de betere ploeg bent. En dat je gewoon de wedstrijd gewoon dik moet winnen. Misschien komt het over als gemakzucht, maar stropen de andere teams de mouwen extra op. Ja, die denken van juist, nu moeten wij beter gaan spelen zodat we Heracles kunnen uitschakelen. Wat zeg je? Voetbal is alles voor mij. En Heracles natuurlijk ook. Ja, Heracles is gewoon trots. Ik ben gewoon geboren en getogen hier en Heracles is gewoon alles. Hoe staat Heracles aan het eind van het seizoen? Hebben ze een prijs te pakken? Nou, dat hebben ze sowieso al, want ze hebben al een periodekampioenschap. Kijk, en ze kunnen dus sowieso, ook al zouden ze geen kampioen worden, ze kunnen dus meedoen met de na-competitie. Ja, maar waar zet u op in? Periodetitel of direct promoveren? Ik ben een chauvinistische Almeloer, dus ik reken op promoveren. Als ze ze maar goed benut. Je kunt die vraag beter aan mijn kleinzoon stellen. Oh, want? Die is fan. En die volgt de zwart-witte trouw? Ja. Maar wat hebben de spelers van Heracles dan nodig om wel succesvol te zijn? Ik heb er de geen verstand van. U wou zeggen, u hebt er de ballen verstand van? Ja, nee. Is aan mij niet besteed.